Dan gaan we nou de kist erop zetten. Laat je niet kisten nu dan, hè, Lin? In deze serie laten we je zien hoe het bedrijf Jacques van den Oord Potatoes werkt. Van hoe de aardappels hier binnenkomen, totdat ze uiteindelijk bij jou op je bordje belanden. In deze eerste aflevering laten we het gedeelte ontvangst zien. Wij heten de aardappeltjes van harte welkom hier bij Jacques van den Oord. Welkom, welkom! Kijk, daar komt de aardappelboer aan. Komt u maar, verse aardappeltjes uit de Zeeuwse klei. Kom Britt. Wat we nu gaan doen is de aardappelen uit de vrachtwagen laden. En hiermee kan je bepalen hoeveel aardappelen er in één keer uitkomen. En nu ga ik de aardappelen bevrijden. Ik hang eraan, serieus. Nou, oké, we gaan even hulp inschakelen. Als je nou zin hebt in aardappelen in juni, dan heb je pech. Want ze komen niet meer. Oh ja hoor. Oké. Dan gaan we nou de kist erop zetten. Laat je niet kisten nu dan, hè? Mijn grote droom is om een keer in dat ding te rijden dit jaar. En ik heb een goed idee. Aan het einde van het jaar gaan we erin rijden, ja? Op elke kist staat een speciale sticker met een uniek nummer. Dus als jij benieuwd bent naar de levensweg van jouw aardappel, kun je dat eens makkelijk volgen. Hier begint dus alle aardappelen nu de band op te rollen. De aardappels gaan omhoog en worden in juiste porties in de kisten verdeeld. We hebben Mart weer ingeschakeld, onze spierballenman. En Mart pakt nu een monster van de aardappelen. En die gaan straks naar de kwaliteitscontrole. De machine brengt de aardappelen helemaal naar beneden. En zorgt ervoor dat ze zo laagje voor laagje opgestapeld worden. Zodat ze niet keihard naar beneden vallen. En je dus allemaal deuken in je aardappelen krijgt. Dat zijn de stappen van het ontvangst. Alles netjes in de goede hoeveelheden in de kisten doen. En de kisten netjes het etiket opplakken. De kist is vol en de machine sluit dan automatisch. En nou kan de kist op naar het bewaren. Mart, doe je ding.